Het Duitse Kreis Kleef wil samenwerken met Nederlandse regio's op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarom ondertekende de gemeente woensdagochtend een convenant samen met de Nederlandse veiligheidsregio's uit Gelderland en Noord-Limburg. Nou, vanochtend hebben vier veiligheidsregio's, waaronder die van Gelderland-Zuid, en de Kreis Kleef afspraken gemaakt hoe ze elkaar informeren over risico's op het gebied van veiligheid over de grens. En dat maakt natuurlijk mogelijk dat we ons beter kunnen voorbereiden als er ook iets aan de Duitse kant gebeurt. Want ja, iedereen snapt natuurlijk dat hoogwater of een gaswolk, ja, die trekken zich echt niks van grenzen aan. Maar je moet je wel weten, wat zijn bijvoorbeeld risicovolle gebouwen, fabrieken, ondernemingen, waar je rekening mee moet houden, ook aan de Nederlandse kant. En uiteraard omgekeerd aan de Duitse kant. Ik hoop eerlijk gezegd dat u er zo weinig mogelijk van merkt. Want het gaat natuurlijk pas echt werk op het moment dat er een ramp of crisis is. Een bekend voorbeeld is hoogwater. Daar hebben we al sinds de jaren 90 heel veel afspraken over gemaakt. En dat betekent dat als er iets aan de hand is met hoogwater, we sneller kunnen reageren. Bijvoorbeeld aan de Nederlandse zijde. Als we weten wat de Duitsers al doen. Het maakt natuurlijk heel veel uit. Of in dit voorbeeld met een Duitse zijde besluit om op bepaalde plekken het water te laten overstromen. Of dat ze zeggen nee, we gaan onze dijken verhogen. Want in het laatste geval weet je dat je nog meer water Nederland in krijgt. Dan moeten wij ons ook op een andere manier voorbereiden. En uiteraard daar het overleg over voeren. En zo kun je dat op allerlei rampentypes toepassen. Maar nogmaals, eerlijk gezegd hoop ik dat niemand er iets van merkt. Behalve dat als het gebeurt, je erop kunt vertrouwen. Net zoals je dat nu ook kunt, dat er snel een vakkundig wordt opgetreden. We hebben nu al vaak wat kleinere oefeningen gehad op het gebied van hoe assisteert de brandweer elkaar. Hè? Brandweer en politie hebben al aparte afspraken. Maar we zullen nu dus ook wat meer gaan oefenen op wat we zo mooi noemen multidisciplinair. Dus als je een calamiteit hebt, tot hoe gaat dan politie, brandweer, geneeskundige ondersteuning, gemeente. Hoe gaan die optreden? En dat niet alleen maar aan Nederlandse zijde, maar ook aan Duitse zijde. En dan ook nog eens samen. Dus je snapt al, zo'n overeenkomst is echt nodig. Want je kunt er niet vanzelf uitgaan dat iedereen op dezelfde manier doet. Het klinkt heel raar, maar de Duitse brandweer rukt op een andere manier uit. Belust branden op een andere manier dan Nederlandse doen. Het is niet een kwestie van ik heb een spuit met water en die gooi ik erop. Daar zitten allemaal tactiek en techniek op. Nou, die moet je in ieder geval van elkaar weten of zo mogelijk ook op elkaar afstemmen zodat je dezelfde aanpak hebt.